We zijn hier in de historische haven van het Maritiem Museum Rotterdam. En hier hebben we een mooie collectie historische schepen. Maar we willen eigenlijk vooral het museum van nu en van morgen zijn. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe Offshore Experience. In die Offshore Experience kan je zien hoe Nederlandse bedrijven innovatief bezig zijn met het winnen van energie. En dan zie je eigenlijk wat heel ver weg op zee, maar ook heel ver weg onder de waterspiegelen, soms 3000 meter onder water gebeurt. En dat willen we hier laten zien aan de gezinnen, aan de toeristen, maar ook aan de scholen. Want dat is voor ons een hele belangrijke groep. Ik vind het leuk dat je al die verschillende dingen kan doen, want dat je een beetje spelletjes kan doen. Want in sommige museums kan je alleen maar kijken en dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dankzij de bijdrage van het Mondriaan Fonds kunnen nu meer dan 15.000 kinderen hier zien en beleven wat er gebeurt ver weg op zee en ver weg onder de zeespiegel. En we hopen dat kinderen daarmee aan het denken gezet worden. Hoe gaan we om met deze aarde? Want over 25 jaar zit ik in het bejaardenhuis, maar dan zitten die kinderen aan de knoppen. En het is belangrijk dat ze nadenken hoe gaan we verantwoord met deze wereld om. En dat proberen we los te maken door een bezoek aan deze experience. Ik vind het hartstikke leuk, want het geeft echt een heel leuk beeld af van hoe dat het ook echt in de offshore werkt. Ik kom soms op de offshore. Ja, dan is dit ook om de kleine man te laten zien hoe het werkt. Is dat hartstikke leuk.